Ja? Is die, ja, ja. Zijn we online? Jezus zeg. Hey, succes. Hey, dankjewel hè. Yo, hallo dames en heren. Vet dat jullie weer kijken naar een splitsplinter nieuwe video. En vandaag ga ik weer een superleuke video maken voor jullie bazen, zeker weten. En ik heb hartstikke veel zin om weer een video te maken. Doe alvast je duimpjes omhoog, want dat vind ik superleuk. Laten we gewoon de 20 duimpjes omhoog halen. Ja, dat vind ik een mooi getal, zeker weten. Vandaag ga ik dus de reacties behandelen van twee video's. Niet één, maar gewoon twee. Ja, dat is echt heftig natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. De eerste video is de raarste video van internet en dan informatievideo. Laten we even kijken wat de mensen allemaal zeggen. Als het goed is, heb ik nu een verzoek gestuurd. Zou je me kunnen toevoegen alvast? Ik heb je al toegevoegd. Gisteravond, want ik zag deze reactie gisteravond. Dus Luc, ik heb jou zeker toegevoegd op Facebook. Dus we zijn nu vrienden op Facebook. Nice video, dat zegt William. Hier is William. Is een supergoed kanaal. Ik werk samen met William. En ik vind het hartstikke leuk om een samenwerking met hem te doen. Want het is super cool, echt waar. William, je bent echt een baas. Zeker. En Luc zegt weer, nice bro. Dus hij vond het een leuke video. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Zeker weten. Japsra. En die zegt, is dit nou de raarste video van internet? Jij bent zeker een aparte jongen, maar niet de raarste van internet, G. Hahaha. Ik dacht, ik moet een titel gaan bedenken. En ik vond dat wel een hele mooie titel. Om dat zeg maar... in mijn video te hebben. Dus ik hoop dat jullie het ook een leuke titel vonden. Ik vond het zeker weten een mooie titel. Jonathan zegt, nice kanaal heb je man. Het zou echt tof zijn als je mijn kanaal zou checken. Peace. Nou jongens, Jonathan is zeker een baas. Kijk even op zijn kanaal. Jonathan Elihaha of zoiets. Maar ik weet even niet hoe zijn naam heet. Hij heet gewoon Jonathan en dan vind je hem denk ik wel. Shotgun Brit zegt, ga zo door man. Ik ga zeker door. Ik blijf doorstrijden totdat ik dood ga of zo denk ik. Dat is hartstikke leuk. Zeker weten. Straks ben ik een oud opaatje en dan zit ik nog steeds voor een camera te praten. Dat zou echt super vet zijn. En dat ik dan allemaal oude opa vriendjes naast me heb staan. En dat zou ik echt, echt tof vinden joh. Wil je mijn kanaal in je volgende video noemen? Zou ik erg waarderen. Wij doen het. Dan terug in onze volgende video. PS, ga ze door. Je groeit echt goed. Succes bro. Dankjewel man, zeker weten. Ik ga even je kanaal opnoemen. Als ik het verkeerd zeg, sorry daarvoor. Tree Kickers. Weet je wat, ik zet gewoon even die kanaal. Zet ik in beschrijving. En kijk even, check it out. Wat voor kanaal het is. Aime Jansen zegt, ik weet niet of je je naam goed zegt. Als ik hem niet goed zeg, sorry daarvoor. Zeg lol. Zeker weten, we hebben super veel lol natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Gaan we naar de volgende video. Daar ga ik ook even de reacties bekijken. En dat gaat over T's Games YouTube account is verwijderd. Dan moet ik wel even zo doen of zo. En dan moet ik naar die reacties kijken. Want anders gaat het niet goed. Het gaat niet zo goed nu, weet je. Meerte van de Erve zegt, grappig dat ik je vandaag nog tegenkwam, XD. Inderdaad, ik heb haar gezien en ze zei, hey Prittvie. En toen zei ik, hallo. En ja, dat was super leuk. Ik vond dat echt super grappig dat ik gewoon een kijker gewoon... Het is sowieso altijd wel een beetje raar als iemand dat zegt. En het is gewoon apart. Je ziet je kleine kanaaltje. Zie je toch een klein beetje groter worden. Klein beetje zeg ik. En dan zie je gewoon in je dorpje is er dus één iemand die je dus al kent. En dat is echt super cool om te zien. En Mike Stormbroek zegt, nice video. Zeker weten. Dankjewel dat jij dit een superleuke video vond. Dankjewel dat jij dit een superleuke video vond. Ik vond hem leuk om te maken. En ja, ik doe het gewoon echt met plezier. Echt waar. Die zei, kut Google. Zeker weten. Soms is Google best wel vervelend. Maar het kan ook wel wat voordelen en nadelen hebben. Dus ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ja. Google is soms wel erg, ja. Isa Harmer zegt, echt erg.
Ja, ik vind het echt jammer dat dat is gebeurd bij Ties. Maar Ties heeft alweer de 100.000 abonnees gehaald. Dus weet je, het is ja, het is wel jammer dat hij dat heeft, zeg maar. Maar het is toch wel weer een beetje een struggeltje. Het is zeg maar, ja, het is een beetje, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Ties heeft een nieuw kanaal trouwens, die heet Ties gewoon met hoofdletters. En kijk even op zijn kanaal. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Als jullie hem nou leuk vonden, doe even dat duimpje omhoog, want dat is super cool. Dan, ja, dat is leuk voor mij. Ja, vast wel, ja. En abonneer even op mijn kanaal. Hieronder staat een abonneerbutton en daar kan je gewoon op klikken met je muis. En dan, ja, dan ben je gewoon op de hoogte op al mijn video's. Dat is toch super cool. Plaats een leuke reactie hieronder wat jij van deze video vond. En ja, laat ik gewoon iets bedenken wat leuk is om te reageren. Wat zouden jullie doen als het zou sneeuwen en er komen grote ijsblokken uit de hemel vallen? Wat zouden jullie dan doen? Wees creatief in de comments en de creatiefste comment die komt bij in de volgende video. En jullie zijn een stel bazen. En ja, volg me op social media en dan zie ik jullie weer later.